Goedemorgen, zaterdag 29 februari, schrikkeldag 2020. We lopen het Nederlands kustpad verder van goede reden waar we hier vertrekken richting Rokanje. Lekker lopen! De zon probeert er doorheen te komen. Is het nog blauw? In ieder geval achter ons. Over een uur wordt hier een flinke regenbui verwacht. We gaan het merken. De zeesluis van Stellendam. Dubbele sluis aan deze kant. Dubbele deuren. En ik ga hier langzaamaan beginnen aan de brug over de Haringvliet. En hier hebben we nummer 1 van de 17 schuiven. Die open en dicht kunnen. We staan nu op een kier. En hier stap ik op voor naar Putten. De Haringvlietsluizen waar ik net overheen gekomen ben. Richting het kwakpad. Ja, dan wordt het zwemmen. Of toch maar gebruik maken van het voetpaadje. We hebben zo waar schaduwen. Het is de zon, jongens. Hoe lekker. Nog een stukje Haringvliet hier voor ons. Daarachter de Noordzee. Het is alweer een paar etappes geleden dat we op het strand liepen. Dus dat is wel weer lekker. Zo, hé. Lekker pittig duintje op. Nou, na het strand een heel klein stukje door een bosje. En dan komen we alweer in bewoondere gebieden. Lekker zo even uit de wind. Het is windkracht 6 vandaag. Valt eigenlijk toch wel mee, of je begint eraan te wennen na al die wandelingen met wind en veel wind. Oh, we mogen hierin. En zo zijn wij welkom in Rokanje. Zo, we zijn hier bijna Rokanje uit. Hier eindigt de 8e etappe van het Nederlands kustpad. We hebben het droog gehouden, ondanks de voorspellingen. Lang niet verkeerd, het zal straks echt wel gaan regenen, maar nu dus nog steeds niet. De etappe eindigt hier. Leuk dat jullie meegelopen hebben, meegekeken hebben. En tot de volgende keer.